ensemble. Deutéronome 12, 11 et 10, 11. Lisons. 1, 2. J'ai comme l'impression que je vous ai trouvé. Je m'adresse à toi, ma soeur, mon frère, mon frère. La présence de Dieu. Vous habiterez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous accordera la possession. Il vous donnera du repos après avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. 11. Il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ai ordonné, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Il a dit Amen. Nous allons dans la deuxième lecture. Jacques, chapitre 1er, versets 22 à 25. Jacques 1er. Nous lisons 22 à 25. Vous avez trouvé? Jacques, c'est dans l'Ancien Testament. Après Joël. Ah, c'est le nouveau, gloire à Dieu. C'est après le livre des Hébreux. J'avais trouvé versets 22 à 25. Nous lisons 1, 2. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Que les gens citent. Gloire à Dieu. Qui a dit Amen, bien. Bien aimé dans le Seigneur, nous poursuivons notre enseignement. Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Dieu prépare toujours son peuple. Par le biais de la parole de Dieu, quand il veut faire quelque chose. Notre thème de la fois passée, vous le savez, c'est le secret de la bénédiction. Dis à ton voisin, c'est le secret de la bénédiction. Dieu veut te bénir. Dieu veut libérer une bénédiction dans ta maison. De cette année de grâce, Dieu veut libérer une bénédiction pour toi. Dit jaar van genade, de Heer wil ons zegen in ons laten. We hebben als onderthema. We gaan spreken over het zaad. We gaan spreken over de dîme. We gaan spreken over de hormonen. We gaan spreken over de hormonen. We gaan spreken over de collecten. Je parle des hormonen. Gloire à Dieu. Toutes ces choses-là font partie de la parole de Dieu. Maken deel uit van het woord. Je sais, la fois passée, j'ai dit. Ik weet dat ik vorige keer heb gezegd. Que chacun de nous, quand il vient à la présence de Dieu. Dat ieder van ons, wanneer dat hij komt naar het huis van de Heer. Il aime être béni. Hij houdt ervan om gezegend te worden. La personne qui n'aime pas la bénédiction. Er is niemand die niet van de zegen houdt. Iedereen houdt ervan om gezegend te worden. Als je niet gezien bent, dan is het niet normaal. Maar er zijn ook bepaalde personen. Qui sont les agents du diable. Ze zijn de agenten van de duivel. Laisse-moi dire comme ça. Laat mij het zo zeggen. C'est-à-dire, ils se mettent dans leur salon au coin. Het wil zeggen dat ze daar in hun living gaan staan. Ils prennent son gsm. En neemt zijn gsm. C'est là et à la portée de tous. Aangezien dat iedereen bereikbaar door is. Ils commencent à détruire l'église de Dieu. En begint de kerk van de Heer. La foi des enfants de Dieu. Het geloof van de kinderen van de Heer. Door hen te zeggen. Je moet geen offer brengen. Je moet geen tiende brengen. Je bent
de pastoor aan het spreken. C'est faux et archi faux. Dat is helemaal vals. Faux et archi faux. Dat is helemaal vals. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefde bij de Heer. Ik zou tegen iemand willen zeggen. Onze Heer aime les offrandes. Houdt van de offers. Is er iemand die dat zegt? Waarvan houdt onze Heer? Hij houdt van de offers. Vous lirez dans Luc chapitre 21. Jullie gaan het lezen in Lucas 21. C'est-à-dire, il y a eu l'offrande qui s'est donnée quelque part. Dat wil zeggen dat er een offer was dat ergens ging. Et Jésus lui-même est descendu. En Jezus zelf daalde. Juste à côté de l'offrande. Naast het offer. Pour voir comment les gens mettaient les offres. Om te kijken hoe dat de mensen hun offer hadden. C'était très important. Dat was heel belangrijk. Et Dieu aime ça. En de Heer houdt daarvan. Nous devons offrir à Dieu. Wij moeten offeren aan de Heer. Quel est amen. Wie zegt er amen? Retournons à la parole de Dieu. Laten we terugkeren naar het woord. J'ai besoin de Deutéronome chapitre 12. We zijn in Deuteronomie 12. Verset 10 à 11 que nous venons de lire. Vers 10 en 11 dat we net gelezen hebben. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt ons dit. Je vais vous donner la victoire. Ik ga jullie de overwinning geven. Sur tous vos ennemis. Over al jullie vijanden. Je vais vous passerez le Jordaan. Jullie gaan over de Jordaan gaan. Parce que il fallait pour entrer dans la promesse de Dieu. Want om in de belofte van de Heer te kunnen gaan. Le peuple de Dieu devait traverser le Jordaan. Het volk van de Heer moest over de Jordaan gaan. Et puis vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu a mis en possession. Hij zegt jullie gaan leven in een stad dat Dieu a mis en possession. Pour chaque peuple. Voor ieder pour son peuple, voor zijn volk, pour son église, voor zijn kerk. Alléluia. Amen. La Bible dit, de Bijbel zegt il vous donnera du repos après avoir délivré de tous vos ennemis que vous avez. Hij zal jullie de rust geven nadat hij jullie bevrijd heeft van de ennemis. Et après, dans le verset 11, il dit que Dieu choisira un endroit. Hij zegt hij zal een plek kiezen. Où vous devez amener toutes vos offrandes. Daar zijn ze aan te zeggen, dat is de vers 11. Hij zegt, ik zal voor jullie een plek vinden. Il y aura un lieu. Er zal een plek zijn. Dat de Heer zal kiezen. Pour faire résider son nom. Zodat hij daar zijn naam kan vestigen. En het is daar dat jullie gaan voorstellen. Alles wat ik jullie voorstel. Wanneer de Bijbel zegt alles wat ik jullie voorstel. Dan wil het niet zeggen dat je kan doen wat je wil. Donc, de Heer geeft een bevel. Het is een bevel. Het is niet dat je kan zeggen ja ik geef. Nee, de Heer geeft een bevel. Aan zijn volk en aan zijn kerk. Hij zegt ik zal een plek kiezen. En waar is deze plek? Waar résider le nom de l'Éternel? Waar dat de naam van de Heer gevestigd wordt, dat is in het huis van de Heer. Is er iemand daar? Dat is in het huis van de Heer. Dat is hier dat de naam van de Heer gevestigd is. Het is hier dat de naam van de Heer gevestigd is. De Bijbel zegt, ik beveel jullie. En jullie zullen jullie brandoffer. Ce sont les sacrifices que vous devez amener dans la maison de Dieu. Dat zijn de offers dat jullie moeten brengen. Vous amènerez vos dîmes dans la maison. Jullie gaan jullie tiende brengen. Vous amènerez vos prémices. Jullie gaan al jullie zaken naar de herfst brengen. Dus wanneer je werkt in het land. Dus het eerste wat je gaat doen. Dat gaan je brengen. Dus dat is het eerste wat je hebt. Dat is uw eerste salaris dat je opbrengt. En de Bijbel zegt ons, in de offer, que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Dus dat je aan de Heer zal gaan geven. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Geliefde. C'est la parole de Dieu. Het is het woord van de Heer. C'est-à-dire la question qui nous a été posée. Dat wil zeggen de vraag die ons gesteld heeft. In Efeziërs 2. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt ons dit. Soit l'Éternel votre Dieu. Gezegend is onze Heer. Qui nous a béni. Die ons gezegend heeft. De toutes les bénédictions célestes. Van alle zegeningen die in de hemel zijn. Spirituel. Dans le lieu céleste. Daar in de hemel. Qui a dit amen. Die zegt er amen. Donc ça dit spirituellement. Dat wil zeggen spiritueel. Tu es béni. Ben jij gezegend? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend? Is er iemand die spirituellement je t'ai dit? Ik zeg je bent spiritueel al gezegend. Mais le problème c'est quoi? Maar wat is dan het probleem? Comment passer. De l'invisible au visible. Hoe kan je onzichtbare naar het zichtbare gaan? C'est la question que nous devons. Is de vraag dat we ons moeten stellen. Dieu nous a déjà béni. De Heer heeft ons
c'est spirituel. Dat is spirituel, maar materieel. Je ziet het niet. Je leest de Bijbel. Je leest de Bijbel. Gezegend is de Vader. Maar waar is dan de zegening? Zodat je bij de zegening kan geraken. Ik heb jullie vorige keer gezegd. Onze Heer, de Heer van principes. Als je de principes op de Heer hebt, dan ga je naast je zegening lopen. Want de Heer zit in zijn woord. De eerste principe. We hebben vorige keer gesproken dat hij zo gehoorzaamheid. Het is daar waar we lezen, Jacobus, dat we net gelezen hebben. Het zegt ons dit. Wij moeten het woord van de Heer in de praktijk brengen. Het is goed om naar te luisteren. Maar het is nog beter om het woord in de praktijk te brengen. En het is zo dat jullie de wonderen van de Heer zullen zien. Het is zo dat hij spiritueel naar het materiële, het onzichtbare, naar het zichtbare. Wie zegt er amen? Geliefde, onze tweede principe, dat is zich voorstellen voor het altaar van de Heer. Geliefde bij de Heer, de tabernakel. Qui est la maison de Dieu. Dat is het huis van de Heer. Dat is de tempel. Geliefde bij de Heer. Voilà comment il se présente. Je moet zien hoe dat het zich wordt voorgesteld. C'est-à-dire, il est constitué de trois grandes parties. Dus men ziet dat er drie gedeeltes zijn. La première partie. Onze eerste gedeelte. La première partie, c'est le parti. De eerste gedeelte, dat is le parti, c'est l'entrée ici. Dus dat is de ingang. C'est la course qu'on appelle le parvis. Het is dat wat ze noemen. Tout le monde devait accéder dans le temple. Daar waar dat iedereen toegang had. Et on doit entrer par la porte. En je moet binnengaan door de deur. Dieu nous donnera l'occasion de parler de Christ. De Heer zal onze mogelijkheid geven dans le temple. Over Christus in de tempel. Alléluia. Amen. C'est là que la Bible dit. Het is daar waar de Bijbel. Moi je suis la porte des brebis. Ik ben de deur. Nous sommes dans Jean chapitre 10. We zijn in Jezus dit aan zijn apostelen. Hij zegt tegen zijn apostelen. Moi je suis la porte des brebis. Hij zegt ik ben de deur van de schapen. Donc ça dit. Dus het wil zeggen. Pour entrer. Zodat je kan ingaan. In de tempel. Dans la présence de Dieu. In de aanwezigheid van de Heer. Nous passer par la porte. Moeten wij langs de deur gaan. La porte qui est Jésus. Dus de deur dat Jezus is. Lui, amen, bien. Wie zegt er amen? Et une fois que nous sommes dans les temples. En eenmaal dat we in de tempel zijn. Une fois que nous sommes entrés dans les temples, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, ici c'est les tabernacles, la première chose que nous trouvons là, on l'appelle l'autel de l'Holocauste. Quel est amen. C'est ici. Het is hier. Et quand chaque enfant de Dieu entre dans la présence de Dieu, dat wanneer ieder kind van de Heer in de aanwezigheid de l'Holocauste. Hij moet zich voorstellen voor het brandoffer. C'est ici. Het is hier. Que tous les enfants de Dieu dat alle kinderen van de Heer vont apporter dat ze gaan brengen leur holocauste. Waar dat ze hun sacrifice. Ze gaan hun offers brengen. Leur dîme. Hun tiende brengen. Leur souffrance. En ze gaan hun offers brengen. Ça doit être présenté à l'autel de l'Holocauste. Het moet voorgesteld worden voor het brandoffer. Quand on était de l'autre côté à Gisfontelet. Wanneer dat we aan de andere kant waren in Gisfontelet. Le frère, le pasteur avec qui on partageait la salle. De pastoor waarmee dat we de zaal deden. Il m'a impressionné en parlant à l'Igala. Dus hij heeft mij zelf beïndrukt door jou. Hij zegt van hier. Het was de eerste keer dat ik het hoorde. Papa dit trop on s'est tourné le chemin. J'ai demandé à mes coéquipiers et tout le support. Donc lui avait trouvé le mot vraiment lignant. C'est le lieu de sacrifice. C'est ça qui est tourné le chemin. Donc quand nous venons dans la maison de Dieu, chacun de nous doit prendre disposition pour apporter ce qu'on appelle et tourné le chemin, ce qu'on appelle holocauste dans la présence de Dieu. Et sont ces sacrifices et son frère. Il est offert dans la présence de Dieu. Mais il est en aanwezigheid van de Heer. Dieu a créé cela.
Mais pour te bénir, je sais. Il y a eu Amen. Je sais que Amen. Alors je lisais la fois passée. Je sais pas ce qu'il y a dans le Seigneur. Avec les anglophones. Du smet anglophone. Une fois que vous entrez dans les églises. Et même quand tu es une quelconque. Vous pouvez même monter à où vous les verrez. Il y a 15 ans, vous pouvez. Dès que vous entrez, il y a des enveloppes. Et même quand tu es plus de compétence, il y a un enveloppe. Même les prêches plus ça. Ça c'est déjà passé. Brille que ça le chauffe. Ça c'est déjà passé. Ils ont brûlé de terre. Donc c'est la lune ça. Du ce petit temps, il lui donne. Donc quand tu entres dans la prison du Dieu. Quand tu es plus de compétence, il y a un enveloppe. Devant l'autel. Pour le présenter au Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ce qui amène la transformation. De matériel, de spirituel en matériel. Alors, une fois qu'on présente ça sur l'autel de l'Holocauste. Et eenmaal dat we het voorstellen voor het brandoffer. Il y a l'équipe des reins, c'est là. Dus daar is het plek waar où les gens vont aller se présenter pour se purifier. Daar waar de mensen kwamen om zich te reinigen. Pour se sanctifier. Om zichzelf helemaal te reinigen. Et ça, c'est très important. Dat is heel belangrijk. Tout le monde doit se sanctifier devant la présence de Dieu. Iedereen moet zich reinigen voor de aanwezigheid van de Heer. Et après. En nadien. Vient le lieu saint. Daar komt de heilige. Vient séparer le lieu saint de saint. Dus die onderverdeeld is ook een heilige plek. Alors, dans cette deuxième partie. In het tweede gedeelte. Donnez une autre image. Voilà, c'est bon. Ok. Si vous regardez bien ici. Als jullie goed zien. Il y a le chandelier. Dus dan zie je daar aan de laars. C'est-à-dire, c'était la lumière. Het wil zeggen dat de die de tempel kon laten zien. La Bible déclare, en de Bijbel verklaart. Que la lumière ne s'éteigne point dans ma maison. Dus dat het licht niet dooft in mijn huis. Alleluia. Amen. Donc les lampes resteront allumées. Dus die lampen zullen steeds aanblijven. Et les Lévites. En de Lévites. Ils étaient appelés à veiller à ce que ces lampes. En ze waren geroepen om te waken. Ne puissent pas s'éteindre dans la maison de Dieu. Dat ze zich niet zouden doven in het huis. On appelle ça les chandeliers. Dus dat is wat we de kandelaar. Donc ils faisaient des tours et des rondes. Dus ze deden allemaal op de les uns après les autres. De een na de ander. C'est comme ça que les serviteurs. En het is zo dat de dienaars. Les samedis là pour la prière. Dat ik jullie de zaterdag. C'est pour que le feu ne s'éteigne pas dans la maison de Dieu. Dat is voordat het vuur. Nous sommes appelés à ça. Wij zijn geroepen daarvoor. Nous sommes appelés à servir le Seigneur de cette manière. Wij zijn geroepen om de Heer op deze manier te dienen. C'est la vie dans le tabernacle. Dus dat is het leven in het tabernacle. Et alors bien dans le Seigneur. Dat is zo geliefde bij de Heer. Et les Lévites sont chargés. Dus de Lévites hadden al. De veiller à ce que cette lampe. Om te waken zodat de lampen zich niet zouden doven in het huis van de Heer. Dat is de kracht van het gebed. Oh, dat is de kracht van het gebed. Amen. Geef een goede amen. En het troisième element. En ons derde element. Vient un deuxième autel. Dus er komt nog een tweede altaar. Qui est là. Die daar staat. C'est l'autel de bronze. Dus dat is. Altaar van brons. L'autel du parfum. Dus een altaar van parfum. Qui a dit amen. C'est constitué pour l'adoration et la louange. Dus dat was opgemaakt door de aanbidding en de loving. Qui a dit amen. Wie zegt er amen? C'est là qu'on appelle les chants, ce sont des Lévites. Het is daar dat we de zangers zullen roepen, de Lévites. Leur rôle était d'adorer et de louer le Seigneur. Hun rol was om de Heer te aanbidden en te loven. Donc il y avait deux autels. Dus er waren twee altaars. L'autel de l'Holocauste. Dus de altaar van brandoffer. Et l'autel du parfum. En de andere van parfum. L'autel de l'Holocauste. De ene van de brandoffer. Dat was voor de offer te brengen, de tiende te brengen. Les sacrifices. Alles wat je wou opofferen. Et là c'est pour toute l'église. En daar was het voor de kerk. Et là l'autel du parfum. En daar het altaar van parfum. C'était
réservé aux Lévites. Pour l'adoration. Pour la louange. Parce que pendant qu'il louait le Seigneur, il adorait le Seigneur. L'Éternel le mal a siégé. Et c'est comme ça que le peuple a été béni. Il y a des formes bien. Et vous verrez, c'est avant les voies. Alors après les voies, c'était le lieu saint de saint. That was a heel là, c'était réservé aux saints sacrificateurs. And that was enkel voor de offerpriesters. Parce qu'ils devaient amener toutes les prières devant le Seigneur. Want zij moesten alle gebieden pour le peuple de Dieu. Hij moest bieden voor et daar aan het heer, il y avait l'arche de l'Éternel. Daar was de ark van de Heer. Il a dit amen. Wie zegt er amen? Il était possible de déchirer au-dessus. Dus er waren les twee protecteurs. Dus de twee engelen. À l'intérieur de ces coffres. En aan de binnenkant. Il y avait les deux pierres. Il y avait les dix commandements. Dus daar waren de stenen waar de tien geboden waren. Il y avait la verge d'Aaron. Dus daar was de stok van Aaron. Alléluia. Amen. Et il y avait aussi Aman. En daar zagen we ook een donc, nous en parlerons plus tard. Mais nous sommes seulement à l'entrée du parvis. Sur l'autel de l'Holocauste. Où nous devons amener nos offrandes dans la maison de Dieu. Qui a dit amen. Amen. Dieu m'a offert à Dieu. Geliefde, offer aan de Heer. J'aimerais aller tout droit. Ik zou rechtstreeks gaan. Offert à Dieu. Offer aan de Heer. Implique d'abord l'amour de Dieu. Dat moet eerst de liefde van de Heer zien. Si tu n'aimes pas Dieu, als je niet van de Heer houdt, tu ne peux pas lui offrir quelque chose. Dan kan je hem ook niets offeren. Ça implique d'abord l'amour de Dieu. Dus er is eerst de liefde van de Heer. Tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un. Je kan niet iets aan iemand geven als je niet van hem houdt. La Bible dit, de Bijbel zegt ons in Johannes 3, vers 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Want de Heer hield zoveel van de wereld. Il a donné. Dat hij gaf. Son fils de Jésus. Hij gaf zijn enige zoon Jezus. Ja, dat kan er iemand amen zeggen. Dieu nous a aimé. De Heer hield van ons. Jésus. En het is zo dat hij Jezus gaf. Même ta femme. Zelfs vrouw. Je kan niet zeggen ik hou van mijn vrouw en ik geef niets. Dat is onmogelijk. Je zegt ik hou van mijn man. Mais c'est impossible. Dat is onmogelijk. Liefde bij de Heer. Quand on offre à Dieu, wanneer dat men offert aan de Heer. Het eerste. C'est l'amour possible. Dat is de liefde voor de Heer. Is er iemand die hier van de Heer houdt? Is er iemand die van de Heer houdt? De Bijbel zegt ons. Als jullie van mij houden. Behoud dan mijn geboden. Je kan niet gewoon van de Heer houden. Door uw mond. Je houdt de Heer van de Heer. Nee. Van de Heer houden. Dat je het moet doen. Tu dois manifester cet amour-là. Je moet de liefde kunnen tonen. Dus de Heer van de Heer had Dieu a aimé le monde, il a donné. De Heer van de wereld, dus hij gaf. Wie zegt er amen? Très important. Dat is heel belangrijk. Ten tweede. Quand on amène son offrande. Wanneer dat men ons offer brengt. C'est très important. Dat is heel belangrijk. Dans la parole de Dieu. In het woord. On peut le lire dans 1 Chronique. We zijn in 1 Chronieke. Chapitre 29, rapidement, rapidement, pour quelqu'un de plaisant. 1 Chronieke 29. 1 Chronique, chapitre 29, versets 10 à 18. Il y a 1 Chronique, chapitre 29, versets 10 à 18. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et dit. Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père. À toi, éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu y es élevé souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est dans ta main, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons.
nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme ton Père. Nos jours sur la terre sont comme l'homme. Il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes nos richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton Saint-Nom. Et c'est à toi que tout appartient. Dieu dit amen bien. Dieu est vraiment formidable. Dans ce passage, il y a un élément que nous puissions tirer. En dehors de l'amour, qui doit être manifesté, c'est la reconnaissance. Il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Dis avec moi la reconnaissance. Er zijn mensen die niet dankbaar zijn. Geliefde, als je niet dankbaar bent, dat het de Heer is die je kracht geeft, zodat je kan gaan werken. Op een dag gaat de Heer de kracht ook terugnemen. Dan spreken tegen een persoon. Als je niet beseft dat als je in goede gezondheid bent vandaag, dat het doorheen is. Mijn broeder en zus, op een dag zal je verbannen. De Heer blijft de Heer. Die geeft een goede amen. Je parlais avec Sœur Gracia. Aujourd'hui, elle est éprouvée. Dus ik sprak tegen onze zuster Gracia, die vrouw is. Zij belde mij op en zei papa. Op mijn nieuwe werk, daar waar ik werk. J'ai compris qu'à l'église là, ik heb begrepen dat, des frères et sœurs qui sont dans l'oubli, dat er mensen zijn die vergeten. Qui ne réalisent pas la réalité, ce qui se passe dans la vie. Zij beseffen niet de realiteit dat er in het leven gebeurt. Il dit devant moi, hij zegt voor mij. Les cadavres de vie. Hij zegt me zien, ik zie zo lijken. L'un après l'autre. De een na de ander. Dehors là. Donc on ignore ce qui se passe en Bouddha. Buiten zijn wij onwetend. En ik zeg, ja, maar wat is het dan? Hij zegt, er zijn mensen die heel goed binnenkwamen. De dokter geeft een diagnose. En ze zeggen, nee, hij moet gaan. Zeg, ja, maar waarom? Hij zegt, dat is niet uw probleem. Hij moet gaan. De volgende dag komt de dokter. Hij zegt, is hij er nog steeds? Ze geven instructies aan de verpleegster. Dus wij moeten hem aan ons feit geven. En zo gaat hij weg. Ik weet niet of jullie dat begrepen. En ze zegt papa. Ik begrijp het wanneer dat je zegt dat we moeten bieden voor het gebouw. Wanneer dat men zegt dat je moet bieden, dat moet je doen. Er zijn mensen die denken, ja, die pastoor die overdrijven, dat is haar eigen getuigenis. Jullie moeten het zelf ook eens horen. Wanneer ik terugkom, ben ik de Heer aan het loven en begrijp dat het de Heer is. Het is niet door je eigen kracht. Het is geen probleem. De Bijbel roept ons om te aanbidden. Wij moeten verkondigen en wij doen ons werk. Wij moeten het woord van de Heer verkondigen. Wanneer dat jij dankbaar bent. In de kleine zaken. Je t'établiras sur des grandes. Zal u opstellen op grote zaken. Is er iemand die dat verstaat? Er zijn mensen wanneer dat hij OCM gaat krijgen. Hij vindt dat het eind van de wereld. Spreek ik tegen een persoon? Er is iemand hier in deze zaal. Wanneer ik spreek over ons gemeente, ja, pastoor, hij is niet meer op niveau van ons gemeente. Hij is al van positie veranderd. Ik zeg dat ik u ook zeg, verander ook van positie. Alleluia. De Heer wil niet dat je daar bent. De Heer wil dat je wordt opgesteld op grote zaken. Amen, amen. Amen. Ik had in de kerk een broeder. En wat hij gaf onderricht? Hij gaf onderricht, hij gaf les. En hoe? En waar? In Massina. Daar in Massina. Dus daar waren geen kinderen die geld hadden.
Wanneer dat ze naar de kerk kwamen, ik zeg mijn broeder, jullie moeten bidden. En jullie moeten jullie tiende en jullie offers brengen in het huis. Er was een strijd tussen zijn vrouw en hem. De vrouw zegt wij geven, want de vrouw gaat naar de kerk. De man zegt nee. We gaan dan zien onze pastoor. Zie je dit niet? De vrouw zegt nee. En wanneer ze naar de kerk kwamen, ik sprak. En op een dag zei hij, pastoor, kunnen wij niet praten? Dus we gaan even praten en we hebben een strijd. J'ai décidé de moi-même. Ik heb van mezelf. Papa ne sait pas. Papa weet het. Moi, je t'en parle. Maar ik spreek er over. Papa ne veut pas qu'on amène à Dieu. Papa wil niet dat we onze tiende geven. Dat is ons probleem. Quel est amen. Quel est amen. Je ik heb een onderzoek. Ik heb gesproken over de kerk. Ik heb gezegd, dit is niet het einde van de wereld. Ze hadden in het huis een kind. SS. Dus een kind die SS was. Un enfant qui perdait tous les temps de sang. Een kind dat bloed verloor. Donc, il s'est passé pas trois mois, ça je te souviens. Er ging geen drie maanden voorbij dat ze terug in het hospitaal was. Mais, dans la prière, maar in het gebed. Je l'ai dit, zei. L'offrande part. De offer spreekt. Voor die la protège. Uw tiende zal u beschermen. Amenez ces choses. Breng deze zaken. Et timidement, ils ont commencé. En heel rustig begonnen ze. Et plus que nous arrivons ces choses à l'église. En hoe meer dat ze het gaven in de kerk. Ils vont faire trois mois. Gaan ze drie maanden doen. L'enfant est tombé malade. En het kind werd niet meer ziek. Je ne sais pas si vous comprenez. Weet niet als jullie dat begrijpen. L'enfant est tombé malade. Het kind werd niet meer ziek. Je dis, l'enfant est en vie jusqu'à aujourd'hui. Ik zeg u, het kind is leven tot de dag van vandaag. Il doit avoir plus de 25 ans. Meer dan 25 zijn. Dieu ne sait pas arrêter là. De Heer stond. Je dis aux frères. Ik zei tegen de broer. Apportez vos offrandes. Breng jullie offers, jullie tienden in het huis van de Heer. Et c'est comme on en parle. Het is zoals wij hierover spreken. Voyez que c'était des paroles aussi en l'air. Dus ze dachten dat het gewoon woorden waren. Aujourd'hui, moi je vous parle. Vandaag wanneer ik spreek tegen jullie. Il était enseignant. Hij gaf les. À Nicole, là. Hij gaf les. Avec sa femme. Met zijn vraag. Mais demandez-moi aujourd'hui, il est où? Maar vraag me vandaag de dag waar hij is. Il est à Washington. Hij is in Washington. Je n'ai pas demandé l'histoire. Ik spreek niet over een verhaal. Si je parle là-bas, je donne l'adresse. Als ik u nationaal ga, kan ik u aujourd'hui, là. Il est à Washington. Le jour où ces documents sont sortis. De dag waarop dat zijn documenten kwamen. Parce qu'il est parti avec les... Oui. Donc, les lotos là des États. Tu sais, il a joué au loto. Il y a terminé les gens. Mais leurs noms ont été sélectionnés. Une âme vers un autre. Vous comprenez comment je travaille. Et quand le nom est sorti. Et wanneer dat zijn naam is gekomen. Il m'appelle au téléphone, il tombe par terre. Des fois, je lui fais relève. Hij belt mij op en ik zeg, il dit, papa, je suis en route pour les États. Ik ben onderweg. Je lui raconte mon histoire. Il tombe pour la deuxième fois. Je lui dis non, represse-toi encore. Ik zeg, nee, sta terug op. Bien, amen. Amen. Bien, amen. Je ne parle pas de théorie, je parle de pratique. Ik spreek niet over de théorie, maar. Je le ramasse à mes bonnes. De Heer gaat hem daar opladen. Aujourd'hui, la question de ma vie, papa. En de vraag dat hij stelde, hij zei, papa. Ton Dieu m'aime. Uw Heer is hier. À cet âge. Parce qu'il doit voir maintenant 66. Op deze leeftijd. Il est à cet âge. Hij zit op deze leeftijd. Dieu ne m'a pas donné quand j'avais 20 ans. Waarom heeft de Heer het mij niet gegeven wanneer ik 28 was? Quel est amen. Ça veut dire quoi? Wat moet dat zeggen? Tant que toi tu prends. Wanneer dat je prends. Zal de Heer ook duren. Dieu ne t'aime pas, Dieu ne t'aime pas. De Heer verliest toch? Qui perd dans cette vie? Wie verliest in deze zaak? Lui me dit, mais à 66. Hij zegt van ja, maar op deze leeftijd. Wat ga ik daar doen in de Verenigde Staten? Aujourd'hui, il est complètement métamorphosé. Vandaag is hij helemaal veranderd. Als je kijkt naar de foto, zijn vrouw heeft een foto. Ik zeg mama. Donc, il est venu une jeune fille de 28 ans. Zeg jij bent een jonge dame van 28 geworden. Ik kan het jullie zo tonen. Fidèle dans les offrandes. Trouw in zijn offers en zijn tienden. Ik zeg tegen een persoon. Dieu est fidèle à sa parole. De Heer is trouw aan. Alleluia. Dieu va t'enlever sur les petites choses. De Heer gaat u brengen van die kleine zaken. Hij zal u opstellen op. Aujourd'hui tu ne vois pas. Vandaag zie je het niet. Quand tu donnes là. Wanneer je geeft. Dan ben je aan het zaaien. Un jour ça va profiter. En op een dag zal het profiteren. Un jour ça va germer. Op een dag zal het profiteren. Un jour ça se souviendra de toi. Op een dag gaat het. Le frère, il sera l'étonnement pour la famille. Mijn broer
accomplir ces choses. Ik zeg jullie deze avec foi et détermination. Met een geloof en vastberadenheid. Ik weet wat ik zeg. La Bible dit. De Bijbel zegt ons. Que vous me volez. Jullie stelen van mij. Nous sommes dans Malachie chapitre 3. We zijn in Malachie 3. Alléluia. Vous en avez. Rapidement, rapidement, on lisons. Parce que nous courons derrière les temps. Vous avez trouvé? Gloire à Dieu. Écoutez ce que la Bible déclare. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction à l'abondance. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Qui a dit amen. Bien-aimés, la Bible déclare que mettez-moi de sorte à l'épreuve. Peut-être moi je ne comprends pas bien l'épreuve. L'épreuve c'est quoi? L'épreuve c'est quoi? C'est-à-dire, bon me kangaye. Dieu se donne. Dieu donne la garantie. Il dit essayez. Essayez. Il dit amen. Apportez dans ma maison toutes vos offrandes et vos dîmes. Afin qu'il y ait la nourriture dans la maison des hommes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Les choses se bloquent. De zaken blokkeren zich, mijn moeder. Je kan in je eigen staat blijven zoveel jaren. Tot de dag dat je het gaat begrijpen. Wanneer dat je heide was, dan is het maar nu dat je kind bent, je bent daar gegaan. En hij zegt, ik beveel je. Breng in mijn huis. Het is niet iets dat je maar één keer kan doen. Je moet bij de Heer. Wanneer dat je je offert in het huis van de Heer, de Heer ziet uw hart. Hij ziet uw hart. Zet met mij uw hart. Er zijn mensen die geven en ze zijn aan het klagen. Dat gaat u niet zeker. Dat gaat u zeker niet zeggen. Het gaat zelfs over vloeking aan. De Heer houdt van degene die met vreugde geeft. Iemand die een hart heeft, die beschikt. Je houdt van uw Heer. En je brengt het met uw hart. Je geeft het aan uw Heer. Het is een Heer die gaat tot uw hart. En hij gaat tot uw nieren. Maakt niet uit op je zand. Maakt niet uit op je zand. De Heer kijkt naar het hart dat geeft. Het zal mij verbazen. Want sinds dat je in de kerk was. Geen enkel keer heb je je tien gebracht. Geen enkel keer je offer. Dus we moeten zeggen. En wat voor offer? 50 cent. 2 euro. 5 euro. Si tu as donné plus de 10. Als je veel gaat, dan is het 10. De Heer kijkt naar uw hart. David a dit. David zei. C'est toi qui as la richesse. Hij zegt, de Heer, jij hebt. C'est toi qui as fermé. Hij zegt, de Heer, c'est toi qui donne. Hij zegt, de Heer, jij geeft. Geliefde, ik zou jullie een getuigenis willen geven. J'aime parler aussi de moi. Ik hou ervan om ook over mezelf te spreken. Want ik ben daar zelf een vrucht van. Ja, die amen. Wanneer dat ik in Kinshasa aan. De parents sont restés au village. De ouders waren in het dorp gebleven. J'avais pas de soutien. Dus ik had geen soutien. J'ai fait les études universitaires. Ik deed mijn universitaire studies. Dus in heel veel moeilijkheden. Mon grand frère qui m'a conduit à l'église. Maar mijn grote broer die mij naar de kerk bracht. Qui m'a laissé à l'église. Hij heeft mij daar in de kerk gelaten. J'ai saisi le Seigneur. Ik heb zelf de Heer gegeven. Et on a commencé. En we zijn gestart. Et quand j'ai découvert le Seigneur. En wanneer dat ik de Heer ontdekte,
keek ik niet meer naar haar. Het was in 1982. Ik weet niet hoe oud jij was. Donc, c'était l'année de la conversion. Dus het was het jaar waar dat ik me... Alors, je commence la prière. Dus ik startte met het gebed. Je découvre ces choses. En ik ontdekte ces choses. J'ai terminé mes études. Ik was klaar met mijn studies. Maintenant, pendant deux ans, je suis resté au chômage. Twee jaar was ik werkloos. J'ai dit aussi. Ik zei tegen de heer. Want deze periode. Als jij zelf niet iemand had die u. Dus iemand die u kon controleren. Dan had hij geen probleem. Dan had je ook helemaal geen probleem. Maar ik had niemand om te controleren. Maar Gloria. Die had ik een Jezus. Dus hij was de baas der baas. Alleluia. Quand lui signe, personne n'était révolté. Is er iemand die dat hoort? Geliefde. Ik heb beslist om naar de kerk te gaan. Zoals wij hier zijn vandaag. Wat deed ik daar in de kerk? Mijn broeder, ik sliep zelfs in de kerk. Ik moet zeggen, zoals wij hier zijn, ik blijf en ik blijf. Ik ben aan het wachten tot de volgende dienst. Wanneer dat jullie komen, heb ik alles al klaar. Jullie zien mij daar aan het bieden. Ik ben hier niet in Europa. Donc, je n'ai pas été bien arrangé. Daar alles heel mooi maken. Je commence la modération. En ik start met. Et jamais les gens dans la présence. En ik breng de mensen in de aanwezigheid van de Heer. J'ai dit au Seigneur. Ik zei tegen de Heer. Geef mij werk. Au milieu de la mort de ma famille, ils m'ont dit ceci. Dus ze zeiden dit tegen mij. Mais toi aussi, tu n'écoutes pas. Maar jij hoort ook niet. Je n'aime pas les boy-boys. De Heer houdt niet van. Comment voulez-vous? Hoe willen jullie? Que au lieu d'aller faire des gens étudier. Au lieu d'aller chercher le travail. Toi, tu vas te rejoindre à l'église. Jij slaapt daar. Ils avaient raison, oui ou non? Hadden ze gelijk of niet? Ils avaient raison, oui ou non? Hadden ze gelijk of niet? Moi, j'étais à l'église. Ik was daar in de kerk. Je cherchais pas du travail. En ik was geen werk aan. Je cherchais du travail. Ik zocht werk. On répondait toujours, nous avons les regrets. En men antwoordde altijd. Nous avons les regrets. J'ai compris. Ik heb begrepen. Il fallait tourner son regard vers la montagne. Dat ik mijn ogen. Parce que Jésus est la montagne de Sion. Want Jezus is. Il est au-dessus de tous les péchés. Hij staat boven alle anderen. Je sais pas si vous comprenez. En op een dag na een vasten en bidden. Je tourne chez moi, je suis en train de prier, je dis Seigneur. Draai ik bij mij en zeg ik, Heer, tot hoe lang? Le diplôme est là. Tot hoe lang? Ik heb een diploma, maar waar is het werk? Ik zeg, Heer, help me. J'ai senti une conviction intérieure. Ik voelde een zekerheid in mij. Soudain, il y a un ami qui vient. En plotseling was er een vriend die kwam. En hij zei, ja, dat moeten we een vriend ondersteunen. Dus vandaag, gelaten, het was feest. Je m'arrange au soldat. Ik maak mezelf klaar. Het was daar, dat feest. Et tu vas envoyer. Dat de Heer iemand gaat sturen. En zegt, men zoekt een boekhouder. J'ai reçu l'information. Ik heb de informatie ontvangen. Ik zeg, waar? Au CCIS. Zeg, moi? C'est quand? Demain, c'est. Zeg, wanneer? Morgen om 7 uur. On est allé dormir là. Dus we zijn daar in slaap. Heel vroeg in de ochtend was ik voor de deur. Dus vous comprenez comment je travaille? Begrijpen jullie hoe dat werkt? Ik kom daar voor de deur aan. Le PDG arrive. De baas komt daar. Directement, sans tarder. Meteen. Je donne mes identités, terminer l'examen. Dus we starten meteen. J'ai fait l'examen, j'ai terminé mon examen. Ik was klaar met de examen. Aujourd'hui même tu commences. Hij zegt vandaag nog ga je starten. Mon bureau, ça. Hij zegt dat is uw bureau. Dus vous comprenez. Verstaan jullie dat? Ik zocht het werk in de kerk. Ik zeg het jullie. Amen. Geliefde. Je suis dans le lobby. Ik ben daar in de lobby. Dat was mijn eerste post. Voor zij die dat chassent. Voor zij die dat chassent. We hadden net opgemaakt. Het was daar achter het hotel. Donc le bureau était climatisé. Dus ik had een bureau zelfs met airco. Je ne sais pas si vous comprenez les conditions. Ik weet niet dat je dit au Seigneur de conditie. Et mon bureau donné sur le fleuve. De vijfde verdieping en ik kon zelfs. Je suis entré au bureau. Ik kwam daar in het bureau. Je me suis pas mis à genoux. Ik ging niet op
op mijn knieën. Je hebt mezelf daar geleerd. Je commence à louer le Seigneur. Was de Heer aan het louer. Je commence à manifester le Seigneur. Was de Heer aan het louer. Grâce de Dieu que je le reçois. Jij bent Heer, generatie soin. Quel gars, man. Wie zegt er aan? J'ai terminé comme en tout cas la mort. Je pense klaar. Je pense que bon. Ça, c'est la secrétaire. La secrétaire de Dieu. Mon secrétaire à moi. Mijn secrétaire. Je ferme encore la porte et je lève les mains. Geliefde luister. In deze zegening zei ik tegen mijn Heer: Heer, ik ga trouw blijven. Ik zal trouw blijven. In mijn offers en in mijn tienden. Ik weet niet dat ik het aangeloof, ik zeg Seigneur. Knielend zei ik: Heer, want ik leed 2 jaar lang zonder werk. En dan zegent de Heer mij. En ik neem zelf een offer. In de offers en tienden. Heer, ik zal dat doen. En ik zal steeds in de aanwezigheid zijn in mijn leven. Of, wie zegt er amen? En ik heb die zaken zelf gehouden. Ik nam mijn tienden, mijn offers. Mijn Heer. Zoals de Heer. Dus ik kleedde hem zelfs helemaal. Ik kleedde hem helemaal. Parce que j'ai semé dans la maison de Dieu. Want ik zaaide in het huis van de Heer. Mijn broeder, ik zeg, tout ce que vous faites pour alles wat jullie doen, je vais vous récompenser. De Heer zal het jullie teruggeven. Dieu, il n'est pas un homme, il va vous récompenser. Hij zal het jullie teruggeven. Mais Dieu n'est pas déjà oublié, mais Dieu n'oublie jamais. De Heer vergeet het nooit. Is er iemand die amen kan zeggen? Alors, comme on était là, en omdat we daar waren, in de kerk, la société, en dan gaan ze failliet. Dus de maatschappij gaat failliet. Je kan zeggen van je moet. Je travaille le moment chassé au travail. Je fais permettre qu'on te chasse dans ce travail. Toestaan dat je u daar zal gaan ontslaan. Si tu es fidèle, si tu es Dieu peut permettre que ce travail se fasse pour t'établir sur un autre job. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si tu restes ici, tu ne vas pas t'épanouir très bien. Dieu va faire que la société ferme. De Heer gaat iemand sturen. Frère, mijn broeder. Je vous êtes sorti. Ik zeg het jullie, mijn broeder. Prenez ça aussi. Vous venez, c'est que Dieu va faire la voie. Je gaat zien wat de Heer zal doen. Dieu va envoyer quelqu'un que je n'ai jamais vu. De Heer gaat iemand sturen dat je nog nooit hebt gezien. Il était grand. Hij was groot. Un homme politique. Hij was een man politiek. Je n'avais jamais vu. Die ik nog nooit had gezien. Quand la société. Wanneer dat zal gaan sluiten, deze man gaat gouverneur worden. Hij kwam, hij nam mij. Hij zegt, Pierre, jij gaat werken. Dat moment was ik 28. Hij zegt, ik was 28. Kunnen jullie voorstellen? Dus zonder referentie. Lui là, tu m'as vu, il m'a trouvé au bureau où j'étais content. Hij die mij gezien had me daar. C'est là qu'on m'a connu. Het is daar dat hij mij gekend had. Il n'y a pas eu de relation. Het is niet dat er een relatie was. Le jour de sa nomination. Maar de dag waarop dat. Il dit, cet garçon là, moi je veux le voir. Deze jonge man wil ik zien. Je suis allé dans sa passe. Ik ben daar naar zijn huis. Le jour de sa nomination. De dag dat hij genoemd werd. J'allais aussi féliciter. En ik ging hem ook feliciteren. Je le félicite. Ik feliciteer hem. Il me dit, oh, oké. Hij zegt tegen mij, blijf daar. Er waren veel mensen. Het was heel makkelijk. Dus verschillende mensen. En omdat het al 6 uur was, zei papa, ik ben weg. Naar waar ga je? Dus ik blijf hier. In mijzelf zei ik van, maar waarom moet hij? We zijn gegaan tot 10 uur.
9 uur zegt hij, maar ik zei je op te wachten. En ik ben daar in de en daar maakt hij zich klaar. En zijn Mercedes komt aan. Hij wil net naar buiten en hij komt. Hij zegt, waar is Smokey? Ik zeg, hier is Smokey. Ja, is een jongen. Zelf ik wist zelf niet meer wie ik was. Als je trouw bent,
Dus hebben ze mensen gestuurd. Wanneer dat ze alles klaar maakt, gaat de Heer mij een raad opsturen. Het was iemand die was die de Europese de l'office de douane de zaken bij de douane was. Comment je le vois? En hoe heb ik hem ontmoet? Comme je travaille dans mon bureau, omdat ik daar ben begonnen, daar in Bazaïd. Dus we zijn zelf gegaan tot de haven. Dat er daar een inspectie is. Het is daar dat ik hem zal ontmoeten. Het was een Fransman, wij spraken. Hij zegt waar woon je? Hij zegt, de volgende dag gaat hij me aan. Hij zegt van oké, we gaan die metropool gaan inzetten. En vandaar ging alles los. En de dag waarop dat ze mensen wegstuurden, gaat hij zeggen tegen mij: le PDG me demande de vous organiser une sélection. Hij zegt: de baas heeft me gevraagd om een selectie te doen. Hij zegt: we moeten de eerste universitaris tot stellen. Zeg jullie alles zien uit van de kerk. C'est tout, mais le pouvoir. Het is hier dat jullie het zien, het altaar. Et je suis allé dans ces examens. En ik ging naar daar en ik deed de examen. En ik ben heel goed kunnen langsgaan. C'est là que j'ai passé toute ma carrière. En het is daar dat ik heel mijn carrière heb doorgebracht. Ze hebben mij niet weggestuurd. J'ai abandonné le travail pour faire. Ik ging zelf mijn werk laten om hier te doen. Want de Heer zei tegen mij: ik heb mijn werk gelaten. Avec tous les biens et les maisons. Met alles wat ik had, de huizen, de Mercedes, alles en ik zei het. En het is zo dat we hier zijn. Je me dis, est-ce que je en ik zei, hier moet ik. Hij zei, ja Pierre, ga. Et quand je suis venu, en wanneer ik hier ben gekomen, je parlais avec Dieu, sprak ik zo met de Heer. Je me dis, Seigneur, ik zei, Heer, j'avais plus un projet de droit. Ik heb zelf drie maanden, hij zegt, als ik als ik niet duidelijk zie, dan keer ik terug. J'ai l'église. Ik heb mijn kerk. J'ai mon travail qui m'attend. Ik heb mijn werk dat op mij wacht. Je te donne trois mois. Geef u drie maanden. Moi, je vois pas clair. Als ik in drie maanden niet zien, dan keer ik terug. En ik ging daar in de zin. Na 45 dagen, geven ze me een aantal papieren. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Die zaken dat je hier ziet. Non, tu vas se souvenir de vous. De Heer zal zich herinneren aan jullie. Je sors, je viens ici. Ik ga buiten, ik kom je hier. Je dis Seigneur. Zeg Heer. Seigneur. Heer. Si ma femme, mes enfants ne viennent. Als mijn vrouw en mijn kinderen niet komen. Ik geef u nog eens 2 jaar. Moi, je retourne chez. Dan keer ik terug. Oh, mais c'est bon ça. Quel lien, amen. Je suis venu en janvier. En janvier. Ik kwam in januari aan. Le 24 décembre, maman arrive avec David et Grace. Komt mama aan met David et Grace. La même année. Zelfde jaar. Quel lien, amen. Les gens ne se sont pas pasteur. De mensen van die chance zeiden, ja, maar pastoor. Tu travailles aux affaires étrangères. Werk je daar in de vreemdelingenzaken of zo? Zeg oui. Zeg ja. Aux affaires étrangères, céleste. Zeg ja, vreemdelingenzaken van de hemel. Quel lien, amen. C'est-à-dire quand vous semez dans la maison. Ne écoutez pas ces discours-là. Ce sont les gens qui n'ont pas d'expérience. Ce sont les choses que nous avons faites. Dieu, Dieu va ouvrir à nous d'autres portes. La Bible dit, mettez-moi à l'épreuve, à la sorte. Voyez si je ne vais pas ouvrir. Het is zo, jij zelf gaat op. De Heer blijft de Heer, hij verandert ook niet. Er iemand aan. De Heer blijft trouw aan zijn woord. Wat doet God? Hij wil dat je gezegend bent. Wat wil hij? Hij wil dat je vooruit gaat. Wat doet hij? Hij wil dat je vooruit gaat. Wat doet hij? Hij wil dat je vooruit gaat. Wat doet hij? Wie zegt er aan? Zodat de deur open gaat. Mijn broeder, je moet je handen kunnen lossen. Halleluja. Je geeft met een hart. Het is niet daar waar je aan het lijden bent. Er is geen zegening achter. Je ziet de grootheid van de Heer. David zei. Als je wilt geven, dan moet je het voelen. Je zegt, Heer,
zegt, Heer, pour ton heure, jij zegt, voor je wil het pijn in cette maison. Ik wil het huis te zien. Seigneur, pour ton heure, Heer, voor uw heer. Je veux refaire et la montée, je veux tout changer. Ik ga alles veranderen. Seigneur, pour ton heure, Heer, voor uw heer. Je veux acheter les chaises. Ga ik zelf de stoelen kopen. Je veux arriver comme ça. Mijn broeder, ik kom zo aankomen. Nous avons commencé l'église avec des nattes. Wij zijn zelf kerken opgestart. Het was een groep van gebed. Le jour où le Seigneur m'a de dag waarop de Heer tegen me sprak. Je dis, je vais acheter tous les bancs de l'église. Ik zei, ik ga alle banken kopen van de kerk. Je suis allé à mon mail. À mon mail. J'ai pris une musique. En ik nam iemand en hij zat. De distance. De afmetingen. Mensen komen zondag en ze zien dat er overal banken zijn. Wie zegt er achter? Maar hoe kan de Heer zich niet herinneren? Ik doe het met geloof. Weet je wanneer dat men ons offer en tiende brengt in de kerk? Dat is door geloof. Amen. Zeg met mij, het is door geloof. Het is daar in uw vertrouwen. Ik weet dat ik aan het zaaien ben. Ik weet dat de Heer altijd zal antwoorden. Is er iemand die mij zegt? Ik zaai. Er is een tijd om te zaaien. Er is ook een tijd om te oogsten. Que tu récoltes au nom de Jésus. Que tu récoltes au nom de Jésus. Et que tes cœurs ne soient remplis au nom de Jésus. Que la bénédiction te suive partout. J'aime la parole. La Bible dit que si vous obéissez, amen, j'ordonnerai la bénédiction. Bevel geven aan de zegening om u te volgen. Je weet niet dat je dat bestaat. Toi, tu es devant. Het wil zeggen, jij bent voorop. Toi, tu vas pas sur la bénédiction. Jij moet de zegening doen. Wat moet de zegening doen? La bénédiction te suit. Zegening volgt u. Même dans les lieux des airs. Dus la bénédiction va te suit. In een plek gaat de zegening. Même là où on refoule les gens, la bénédiction va te suit. Als je zo vergezeld wordt door zulke personen, dan ga je zelfs bloot schoenen. Maar die gaat hij zeggen, doe zelfs je schoenen niet meer. Want als je schoenen gaat, dan ben je te trots. Ik heb hem geblokkeerd. Le jour qu'il est venu pour le mariage de David. De dag waarop dat hij komt voor ons. Hij zei, ja, pastoor, pastoor. Hij zegt van ja, ik ben hier in Berchem. Kunnen jullie mij niet nemen zodat we naar het feest gaan? Il a oublié ce qu'il prêchait. Met welke auto zal ik hem dan transporteren? Nous avons la question. Stel je dan de vraag in welke auto? Il a dit que non, le nom de ça appartient aux pauvres. Hij zegt, hemelse dingen is gemaakt voor de arme mensen. Alleluia. Ondertussen roept hij mij, ja, maar kijk mij ophalen. Je dit, papa, merci. Zeg papa, hartelijk dank.
Mais je vais t'enseigner. Ik ga je onderricht geven. Wacht, wacht, kom. J'ai mis 4 uur. Ik heb er 4 uur over gedaan. Quand il a pu dire, wanneer hij belt, zeg ik, ik kom. Donc ça, il est fort, là. Zodat hij dat hij zelf in een revolutie komt en dat hij verstaat. Il change peut-être sa prédication. Dat hij misschien zijn prediking zal veranderen. Et j'aime les résolus. Parfois il faut enseigner indirectement. Quel est Amen? Non, frère, on se dit les choses telles qu'elles sont. Mais moeder, we moeten de zaken zeggen zoals ze zijn. Comment il peut concevoir des choses comme ça? Hoe kan hij zulke zaken zo zien? Donc il interdit aux enfants de donner les offrandes. Dus hij verbiedt hen om. Je vous pose la question, est-ce que lui n'a amené les offrandes? Ik stel de vraag, brengt hij ze? Hij brengt ze niet. Comment sera-t-il béni? Maar hoe gaat hij dan gezegend worden? On sera toujours marqué. Hij zal daar altijd zijn. Te voet. Als hij jullie opbelt, ik informeer hem. Zeg tegen hem, wacht op mij. Zelfs 4 uur lang. Wat de Heer jullie zegen. Laten we opstaan.